kijken we naar Amerika. Want vanmiddag kunnen we wel of geen steun verwachten uit Amerika voor de Europese beurs, ook in Amsterdam. Wat zijn jullie gedachten daarover, Koen? Het is het enige wat we op de agenda hebben staan, zijn de steunaanvragen. Maar eigenlijk doet die agenda niet toe. Want wat je veel beter in de gaten kan houden is de Twitter-account van The Real Donald. Want dat is uiteindelijk de man die de beurzen bepaalt. Of het nou een tweet is over Boeing, of het een ontmoeting is met de topman van SoftBank, of dat het gaat over een willekeurig ander onderwerp. Hij bepaalt de richting van de beurzen in grote mate. Goed, Jacob,